Jarcinho, welkom bij NAC. Ja, dank u wel. Het is snel gegaan ineens, heb ik begrepen. Ja, ging behoorlijk snel. Ja, achter de schermen waren ze wel bezig met het een en ander. Een aantal dagen geleden ben ik weer eens kijken. En ik heb mijn gevoel laten spreken. Ik had meteen wel een goed en warm gevoel. En daarvanuit is het behoorlijk snel gegaan eigenlijk. Er waren meerdere kapers op de kust, maar wat is jouw, los van het warme gevoel, zeg maar, doen overtuigen om voor NAC te kiezen? Dat NAC ook wel overtuigend overkwam om mij hier te hebben. En heel veel clubs die waren toch een beetje met twijfels. Ook een beetje randzaken. En wat ik zeg ook, ik ben hier gekomen en ik had een warm gevoel. En de club, de stad, spreekt me aan, de mensen hier. Dus dat heeft denk ik wel het eigenlijk het jaar wordt gegeven aan NAC. Ik denk dat de meeste van onze supporters jouw naam wel kennen en ook wel een beetje weten hoe je speelt. Maar kun je het zelf eens toelichten? Wat voor type speler ben je? Wat voor type speler? Nou, ik heel gedreven. Ik ben iemand met heel veel snelheid, heel veel diepte in mijn spel. Heel veel ervaring die ik eigenlijk met me meebreng. En iemand die altijd voorop in de strijd gaat. Ik zeg altijd, het is pas klaar als de scheidsrechter fluit. Tot dan zal ik altijd alles geven in een wedstrijd. Al lijkt het er soms misschien niet op, maar ik ben een beetje een sluipmoordenaartje. Even de tegenstander in slaap zussen. En als zij denkt dat ik aan het slapen ben, dan knal ik over hem heen. En dan geef ik een doelpuntje of een assistje mee. Dus we moeten eigenlijk de supporters vragen om je niet op te jutten, maar dan ben je gewoon even aan het rusten. Nee, ja, ik denk van mijn supporters kan ik het wel hebben. Maar je moet mij als tegenstander niet uitfluiten. Want heel veel clubs weten wel wat er dan gebeurt. En wat gebeurt er dan? Ja, dan gaat het motortje aan. Die is op mijn 30ste nu nog steeds warm. Dus maak hem maar niet aan. Ja, je bent inmiddels letterlijk. Ben je ook iemand die dan bijvoorbeeld de jonge jongens die misschien op dezelfde positie spelen of bij jou in de buurt veel coacht? Nou ja, sowieso. De afgelopen jaren bij Cambuur dan ben ik wel iemand die veel met de jongen bezig zijn. Het hoeft niet per se de jonge jongens te zijn, maar gewoon met iedereen. Ik denk dat ik wel een fijne jongen ben om mee te werken. Ik ben wel iemand die zegt waar het op staat. Als ik iets vind, dan zeg ik het en dan... daar is het aan jou hoe je het wil accepteren. Maar als ik vind dat je slecht bent, dan zeg ik het gewoon. En dan is het aan jou, hoe ga je daarmee om? Maar ik ben wel keihard naar ook mijn tegenstanders, naar mijn medespelers bijvoorbeeld. Maar ik probeer wel hier en daar altijd wel te helpen. Ja. Je komt Mikel Maria tegen bij ons. Heb je hem daar al over gesproken? Ja, ik heb hem heel kort gesproken. Belletje van wellicht dat het tot een jaarwoord komt. Hij zag me graag komen. En Miggy is mijn kleine broertje. En het is leuk dat ik hem hier wel tegen ga komen. We kijken ernaar uit. Nogmaals, hartelijk welkom bij NAC en heel veel succes. Hartstikke bedankt.